Bij tennisvereniging Zuidwest in Leiden zijn zaterdag 2 padelbanen officieel geopend. Met deze banen hoopt het bestuur de vereniging een nieuw leven in te blazen. Ja, we zagen de ledenaantallen teruglopen en ook de gemiddelde leeftijd omhoog gaan. Dus we waren een vergrijzende vereniging. En dus, ja, toen gingen we zoeken als bestuur naar een sport die wat meer jeugd op ons park zou brengen. Ja, dan lijkt dit gaat hem wel worden, denk ik. Padel is een kruising tussen squashen en normaal tennis. Deze sport sluit dus mooi aan bij de vereniging. Want je ziet hier om je heen, zie je de wanden, dus de transparante wanden, daar kunnen we gebruik van maken. En de telling is hetzelfde als tennis, maar het is eigenlijk wat korter spel, dus wat dynamischer. En eigenlijk kan je, als je nog nooit gepadeld hebt, kan je dat eigenlijk al heel snel kan je dat doen. En dat is het leuke van padel. Tennis moet je echt eerst 15, 20 lessen nemen voordat je het een beetje kan. En padel kan je eigenlijk heel snel al spelen. Maar het is een kruising tussen squash en tennis. De bedoeling was dat de banen eerder geopend zouden worden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Zaterdag mocht dan medeoprichter van de tennisvereniging Teun Filemon eindelijk de banen openen. Nou, vond ik ontzettend erg leuk dat ze me aan gedacht hadden. Kijk, omdat we natuurlijk al een hele goede binding met de vereniging hadden en dit eigenlijk de toekomst, momenteel de toekomst lijkt te gaan worden, vond ik het wel leuk om dat te openen natuurlijk. In het verleden hebben we natuurlijk hier de tennisbanen geopend, dat hebben we ook weer uitbesteed aan anderen. En ja, het hele geschiedenis, dat verhaaltje krijgt nu een beter eind, want we hebben voorlopig weer voor 25 jaar een contract hier op de grond. Dus dat is wel lekker natuurlijk. Sinds 1 augustus zijn de banen al volop in gebruik. Dat is pas 1,5 maand geleden, maar de sport werpt nu al zijn vruchten af. We hebben 130 nieuwe leden, of padelleden erbij. Niet allemaal nieuw, maar wel veel. En de banen worden een beetje verhuurd, dan kan je per uurtje huren. Dus commercieel gaan we er wel op vooruit. Ik denk dat het een goede financiële injectie is en voor de toekomst misschien voor uitbreiding vatbaar.